Hey! Hallo en welkom bij de video. We zijn vandaag weer terug lekker in Roeveen. Yay! Roeveen! Woe! We zijn vandaag in het ganghuis aanwezig aan het chillen. Helemaal met al mijn vrienden. Gezellig dat jullie allemaal gekomen zijn, jongens. Ik wil het hebben over hoe jullie er altijd voor me zijn en zo. Dankjewel daarvoor. Jongens. Nee, ik ben hier in het ganghuis en beneden staat Rick te wachten. We gaan namelijk even de voorbereidingen treffen voor de juweliersoverval. Want die komt eraan, jongens. Zodra jullie deze video zien, zoals jij dit nu kijkt, hallo, hey, dan is de juweliersoverval al opgenomen. En dan is hij of gelukt of mislukt. Ik weet het niet, maar hij is in ieder geval gebeurd. Dus laten wij maar snel naar beneden gaan. Hey, voordat ik dat doe, abonneer allemaal eventjes, want... Wauw. Check even of je bent geabonneerd. Kleine moeite. 110.000 abonnees. Coole giveaway. Ik moet alleen nog bedenken wat. Nee, Rick die staat hier beneden te chillen. Dus daar gaan we even naartoe. Hallo. Goeiedag. Goedenavond. Ik zie dat de hele groepering er is. Ja, ja, ik sta hier met al mijn vrienden. Ja, ja, klopt. Hey, jij gaat de planningen mij vertellen. Zou ik zeggen. De rest die is bezig met al wat voorbereidingen treffen. Mm-hmm. We hebben gisteravond Renzo ontvoerd. Oké. Okay. Renzo Otter. Korpsleiding. Oké. Okay. Die gaat morgen mee de juwelier in. Leuk, Renzo. Ik heb nog afgelopen tijd contact gehad met Renzo. Dat wordt heel leuk. Waar wordt die nu gehouden, die Renzo? Want die is we hebben hem bij, ja, dat noemen wij het Los Zetas huis. Dat is het huis van onze vorige gang. Daar zit hij nu. Oké, okay, prima. Die halen we vanavond, halen we die erbij. Mm-hmm. Die zetten we in de bank. We nemen nog twee burgers mee. In juwelier bedoel ik. We nemen nog twee burgers mee. Die zetten we er ook neer. Ja. Ik sta in de juwelier. Jij staat in de juwelier. Samuel staat in de juwelier. Ja. Jeffrey staat in de juwelier. Met z'n vieren. Ja, en heel misschien staat Lucas nog in de juwelier. Maar dat ligt eraan of hij tijd heeft of niet. Oké, dus met z'n vieren of vijven staan we in de juwelier. Ja, minimaal vier. Laten we minimaal vier in de juwelier. Jij, ik, Samuel en Jeffrey. Kijk, dus zoals je hier kan zien, dit is dus de juwelier. Mm-hmm. Wij zijn dus in juli bezig. We gaan jou en Samuel gaan onderhandelen met de politie. Oké. Dus dat gaan jullie twee doen. Ik en Jeffrey en dus misschien Lucas gaan de hosteltjes onderhouden. Onderhouden, ja. Ja. Ja, daar heb ik laatst nog wat leuks voor gekregen. Ja, dus, je hebt hem. We hebben hem. Die gaan we gebruiken. En dan zal ik je zo meteen het vluchtplan laten zien. Even kijken, hier zie je ook nog één spotterplek. Want er komt dus een spotter nog te staan. Ja. Waarschijnlijk gaat Jordi daar staan. Jordi wordt spotter. Mees, Bert, Piet. Die zijn ook allemaal spotters. Die blijven rondrijden op R1's. Ja. Die R1's zijn ook gelijk onze getaway. Wat voor ons is, ik zal hun taken niet allemaal te veel gaan bespreken. Wat eigenlijk voor jou echt duidelijk is, is er staan crossmotoren staan er klaar voor de juwelier. Ja. Als wij geregeld hebben dat we vrije doorgang hebben, dan rijden we weg. Ja. Dan zie je hier zo de route die wij rijden vanaf de juwelier naar een tunnel bij de snelweg. In de snelweg zit er aan de zijkant zit er een tunnel, daar is constructie bezig. Die gaan de riolering een beetje in, hè? Die gaan de riolering. Daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Daar hebben wij het metrostation voor gehackt. Ik word gebeld door Jordi. Hey, hallo. Hey. Wat ben jij aan het doen? Ik sta nu met Rick in het ganghuis te bespreken. Hoezo dat? Nou, de laatste voorbereiding, hè? Ja, ik... Leg wel een andere keer uit. Je legt wel een andere keer uit. Ja, kom er aan, want ja, dat is goed. Die tunnel bij de snelweg, daar gaan we naar binnen, daar gaan we gebruik van maken. Dan nemen we vervolgen die tunnel, dan komen we uit bij een splitsing. Kunnen we naar links, kunnen we naar rechts. Wij gaan naar links toe. Ja. Wacht, hoeveel motoren zijn we de ding ingegaan? Met twee of één? Allemaal één, toch? De bedoeling was allemaal één, maar ik denk dat het verstandig is om jou bij iemand anders achterop te laten. Net zoals met de bankoverval. Net zoals met de bankoverval, inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus jij gaat bij iemand achterop. En dus eigenlijk staan er drie of vier motoren, ligt eraan of Lucas erbij is. Oké. Okay. Bij die tunnel verwacht je dat je bij Ippert Heijn daar uitkomt. En dat was ook precies de bedoeling bij Ippert Heijn daar. Daar uitkomen. Ja. Hey, wat heb jij nou eraan? Ik word gezocht, jongen. Oh. Moet je maar iets aandoen waar ze je niet in herkennen? Was dat het plan? Was dat niet het hele plan natuurlijk? Dat was het oude plan. En dan vanuit daar rijden we naar de metrostation bij Lauwman. Ja? Daar komen we naar buiten. En dan geeft een van ons, die in de juli heeft gezeten, geeft een sign van... Hey, we zijn nu hier bij dit metrostation. Ja? Dan komen de spotters met de R1's komen dan. Die zetten daar de R1's neer. Wij stappen op de R1's. Wij zijn weg. Spotters pakken een andere auto en die zijn ook weg. En vanuit daar is dat ons plan. Oké. Okay. We kunnen het een beetje rijden. Ja, we kunnen niet precies de tunnel ingaan. Maar we kunnen de ingang en uitgang even langs rijden. Dat is gewoon burgers natuurlijk. Ga je mee, Jordi? Ja. Jij stapt bij Samuel achterop. En daarentegen stap je ook achterop bij Samuel op de motor. Ja, als we wegrijden, neem ik aan. Ja, ja. Jij kan aangezien jij niet echt heel goed kan rijden.
Lucas gaat achterop bij Rick. Lucas zal het geld meenemen, dus ook daartegen niet praten. Dat hij onherkenbaar blijft. Oké, Lucas die blijft... En die heeft het geld bij al het geld. Lucas. Ja, de diamant, naar de diamant is dat, neem ik aan. Gewoon de diamant, ja. Nou, en de sieraden die nog in die... Ja, overige sieraden die we meenakken. Laten we die route even doen, jongens. Ja, is goed. Oké, prima. Dus je gaat er daarin. En dan kom je in dit gedeelte kom je uit, jongens. Dit is dus het gedeelte waar we met de motoren heel voorzichtig erheen gaan rijden. En dan gaan we via alle poepzooi komen we daar terecht. Nou, let's go. Dit is de ingang, hè? Dit is de ingang, hier rijden we vanaf de juwelier heen. Gewoon direct, eigenlijk. Ja, je moet nog even laten zien dat die shortcut, Jordi. Hoe wil je naar beneden rijden? Ja. Gewoon de route vanaf de juwelier hier. Ja, ik rijd niet natuurlijk, dus ik kan gewoon bij Samuel. Stel, er gebeurt iets met Samuel. Kijk, hier pak je dan de crossmotoren. Oh, dan kan je eroverheen. Ja. Oh, dan gaan we naar beneden, de snelweg op. En dan, dan was het dan zo. We rijden nu eigenlijk precies zo, alleen dan via de andere kant. Ja. Dan was het hier en hier tussendoor. Deze route. Dit is gewoon alleen dan nu reversed eigenlijk. Ja, het kut is dat midden in de stad is natuurlijk, dus je weet, de politie kan letterlijk overal, maar daarom hebben we spotters. En hier. Mm-hmm. En dan hier rijden we vanaf. Hier rijden we eraf. We rijden echt van de trappetje gaan we af crossen. Ja. Oké. Hier op het dak ging iemand staan, toch? Nee. Dat gaat niet door. Niet meer. Nee. Oké. Hier komen we er dan uit de trein. Hier kom je er weer uit. Ja. Dus dan ben je eigenlijk weer terug bij dit plekje. Ja, dat is toch een enge mindfuck of niet? Ja, oké. Dat is inderdaad wel een gekke gedachtegang. En dan zullen hier, de motoren zullen hier gewoon een beetje ronddraaien, met elkaar contact houden. Ja. Wat als ze eruit komen? Want komen uit motoren komen eruit, toch? Of lopen nee, we lopen. Nou, die motoren laten daar beneden uiteindelijk achter. Ja. Zijn de motoren van ons of gestolen? Gestolen. Wij komen daar dus uit lopen en daar stappen we dan op bij. Daar komen de spotters met de R1's dus aanrijden. Ja, die hier staan. Ja, de spotters staan hier. Ja. En zijn gewoon de hele tijd rond jullie aandraaien. Ja. Als dan het seintje vanuit de tunnel wordt gegeven. Daar komen ze erheen. Want wij kunnen jullie niet horen in de tunnel. Jullie kunnen elkaar wel verstaan. Porto's boven en onder werken niet natuurlijk. Nee, dat ze jou hoort ook verstoord waarschijnlijk gewoon. Ja, en als jullie de metrotunnel in, dan doen ze het waarschijnlijk wel weer. Ja. En dan geven jullie gewoon een seintje van motoren kunnen komen. Ja, prima. Dan reizen ze gewoon hier. Oké, okay, prima. Doorrijden. Dan zetten ze hem hier neer. Dan zal hier weer een andere auto staan. Ik zal hier staan. En dan neem ik Lucas. Jij neemt Lucas in je auto mee? Ja, ik ga Lucas, want Lucas heeft de diamanten. Ja, oké. En dan stap ik bij een andere motor weer achterop of zo. Ja, precies. Oké, prima. Stel, maar we gaan dat ding in. Stel, ze zien ons daarin gaan, wat ik eigenlijk al zeker weet. Warmtebeelden werken die onder... Nee. Nee, die werken niet onder ons. Ze kunnen ons niet volgen, maar ze weten wel. Elke uitgang gaat... De vraag is welke uitgang gaan ze kiezen. Ja, misschien als er genoeg agenten zijn dat ze allemaal kiezen. Maar ja, als er maar één agentje staat, schieten we hem gewoon neer. Ik kan het zeggen, dan schiet ik hem gewoon door zijn poten heen. Dan schieten we hem door zijn poten. Weten ze wel waar die is, gaat hij de noodknop drukken. Maar ja, tegen de tijd zijn wij al lang gone. Ja, precies. Oké. En ik zal ook al rondspotten. En hier zou ook wel iemand kijken of er iemand daar zal staan. En we hebben al Gijsla Renzo, hoor ik. Ja, die zit in het huis in de bergen. Ja, dat gaat leuk worden. Dat gaat nog leuk worden, want ik had natuurlijk laatste tijd contact met Renzo. Dus ik ben benieuwd. Dat vind ik oprecht wel interessant. Er zal wel een medewerker in de juwelier staan, dus die nemen we ook gegijzeld dan. Ja, die nemen we mee. Maar we hebben dan maar één gegijzelde, één gijzelaar. En mogelijk dus een werknemer daar. Nee, want we gaan ook nog twee van de straat afplukken. We gaan net zoals de bankoverval gewoon twee van de straat plukken. Ja. Oké, prima. Nee, dat wil wel lukken, denk ik. En ja, dan? Precies. That's it. Dan is gewoon je gang gaan. Okay. Meer heb ik niet te zeggen. Nee, prima. Dat is hoe het hopelijk gaat. En dan daarna een biertje drinken. En daarna een biertje drinken, ja. En ik hoop dat Jordi, dat jij deze keer iets meer, iets langer mee mag doen, hè. In plaats van dat je weer opgepakt wordt. Ik kan je best even mijn plek laten zien. Hé, hey, wat ga jij doen? Jij gaat ook spotten, toch? Ik verzorg jullie in grote lijnen. Dus ik zeg gewoon advies en... Ja, jij geeft het advies en zeg maar... Net zoals de anderen ook gewoon tegelijkertijd scouten en kijken waar de agenten zijn en wat afgezet is. Ja, en die geven het door aan mij en ik zal het via de porto mededelen. Ja. Want die ene trap, die moet gewoon vrijkomen. Ja, die moet sowieso vrijkomen inderdaad. En ze verwachten toch niet dat we zo dicht er weer uitkomen. Zo dicht bij het begin, weet je? Nee, daarom als hun zien dat wij die tunnel inrijden, als die helikopter dat ziet... Ja. Waar denk je dan dat ze denken dat we uit gaan komen? Ja, bij Iptein daarom. Ik kan zeggen, ergens dat, bij Iptein. Dat is gewoon logisch. Ja, daar beneden bij dat riool. Ja. Ja. Is het dan ook niet een, als stel hebben mensen over een idee om daar iemand neer te zetten. Gewoon om het nog, dat er een helikopter heen vliegt overheen, om het nog erger te maken voor ze. Maar we hebben geen man over natuurlijk. Wat gaan we doen? Nee, nu ga ik spotten. Dit is jullie spotplek. Oh, dit is jouw spotplek. Waar is de juwelier? Die is daar natuurlijk. Kijk, die trap nemen wij ook, toch? Ja. Jij kan je gewoon lekker leunen alsof je een of andere kutburger bent. Dat klopt. En als ik weg moet, dan loop ik gewoon zo door het ziekenhuis heen. Mijn motor staat onder in de garage. Slim. Slim. Kom je op de garage uit. Ja. Echt slim. Piet, Mees, Bert zijn scouts, toch? Ja. Ook.
Die rijden rond. Jij staat hier en de rest rijdt rond. Jeffrey, Lucas, Rick, Samuel en ik staan binnen. Ja. Ik sta bij Samuel achterop. Rick gaat samen met Lucas. En wat Jeffrey dan? Jeffrey gaat alleen. Jeffrey gaat alleen. Oké. Ik wil even cashje. Ik wou zeggen, ik wil cashje. Want weet je hoeveel die diamant waard is? Hebben we een schatting? Ja, ongeveer wel. En dat is? 175.000. Dat vind ik toch en alle extra sieraden die we mee kunnen pikken. Dat zeggen. Daar komt nog meer bij kijken hoor. Daar komt nog meer bij kijken. 10 rug per horloge krijgt. En je hebt 30 horloges meegenomen. Ik kan dat zeggen. Dat is toch wel extra winst hoor. Daar doen we het voor. Wil je nog even voor een outfitje of was het aanmeten? Ja, doe maar een outfitje even checken. Lucas zal wel loaded zijn. En jullie tas is gewoon eigenlijk nep. Welke moet het dan zijn? Het is iets van 10. 10. Je had hem net. Dan is het Eentje terug. Nog eentje terug. Ga even een goede outfit pakken, jongens. Namelijk, dit masker hoort bij de overall outfit die we gaan doen. Maar er moet wel nog een leuk outfit bij. Oké, jongens, dit is de outfit. Ik heb, dit is de outfit bedoel ik. Ik heb een tas, heb ik er zelfs bij. Daar kan dan extra juwelieren, extra juwelen, kunnen er dan in. Gek maskertje op, matcht mooi met elkaar. Ja, ik hem nodig heb, want ik ga toch niet erin, maar... Nee, maar dan heb je hem in ieder geval maar. Nee, dit is wel goede shit, jongens, dit. Ik zou hem wel eens snel uittrekken en dan wel iets normaals trekken. Ja, oké, top. En dan vanavond gaat het gebeuren. Hoe laat spreken we? Ja. Ik denk dat we in het ganghuis afspreken met z'n allen. Ja, maar laten we zeggen, je hoeft niet te vroeg te komen. Hey, jongens, ik zie jullie vanavond. Hoi. Ik ga jullie vanavond verraden en snitchen. Ik heb alles doorverteld aan de politie en zo. Ik heb gezegd dat ze jou... binnen moesten vallen en ja, doei! Voordat we vertrekken krijg ik kogel. Hey, moet je daar achter je kijken? Echte lul. Weet je, dat was Mace. Nee jongens, oké, dan zijn we dan net als de bankoverval. Daar hadden wij ook een planning video. En daar eindigde ik ook hier op dit punt. En ik dacht het eigenlijk ook wel leuk om hier nu te staan. Dus als deze video is opgenomen jongens, de juwelieroverval, hij is gebeurd. Gehaald of niet gehaald, geen idee. Maar ik durf te weten dat hij heel snel op YouTube komt. Of hij staat al op het moment dat je dit kijkt. Hij staat al op YouTube, dat kan ook natuurlijk. Bedankt jullie wel voor het kijken. Ik heb er oprecht heel veel zin in. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Abonneer even. En tot ziens.